Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 7:40 zien we dat er veel bewolking over Nederland ligt en er trekken ook nog wat buien over het land. In de loop van de ochtend zullen de buien zich geleidelijk allemaal wat meer naar het oosten van het land gaan verplaatsen. En vanmiddag uiteindelijk wordt het droger vanuit het westen. Er breekt in het westen ook de zon door. Langs de oostgrens blijft het waarschijnlijk nog bewolkt tot de avond. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden en er waait een behoorlijk stevige westelijke wind. Maar die wind gaat in de avond dan wel afnemen en dan komen er sowieso brede opklaringen voor en daalt de temperatuur tot een graad of 11. Ja, en morgen ziet het weerbeeld er dan een stuk vriendelijker uit. De zon schijnt geregeld, het blijft droog. In de loop van de dag draait de wind naar het zuidoosten en hij is dan zwak of matig. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot 19 of lokaal 20 graden in het zuidoosten. Zaterdag wordt het 22 tot 24 graden en is het vrij zonnig. Later op de dag langs de oostgrens kans op een bui. Op zondag en maandag is het vrij wisselvallig en ook aan de koele kant met een middagtemperatuur zo rond de 14 graden op de meeste plaatsen. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.